dus dan voelen ze nattigheid. En toen had ik eigenlijk dus een bewijs in hand dat het dus echt werd bestuurd. Als het kan doen we inderdaad de journalist zelf, tenzij we denken dat dat geen nut heeft en dat we beter aan de krant kunnen richten. In sommige gevallen zijn het dan kan je het zien als een e-mailbombardement. Maar onze bedoeling ermee is gewoon om te laten zien dat heel veel mensen er anders over denken, dat ze het er niet mee eens zijn. In cases that we feel that the coverage was not just, that it was distorted, it was biased, we do not hesitate and we either write to them or we call them on the phone or I ask for a meeting. And there were several such meetings. That's what you do all the time when you see bad. We are monitoring permanently the press. Je wordt ter verantwoording geroepen. Mensen van het government press office of andere officials zullen je vragen van waarom schrijf je dit? Waarom zeg je dat is een nederzetting terwijl het een buitenwijk van Jeruzalem is, volgens ons? Waarom spreek je over Israëlische agressie terwijl het zelfverdediging is? Dat soort dingen, dat krijg je absoluut op je bordje. Dus te harder en grimmiger het conflict is geworden, des te harder en ook grimmiger is het gedrag van de Israëlische overheid en uiteraard ook dan de ambassades hier in Europa tegenover buitenlandse journalisten geworden. En van mensen uit de Joodse gemeenschap? Exact zo. Des te harder het daar wordt, des te harder worden die reacties richting de buitenlandse pers. Ik denk juist dat we op dit moment dat Israël met de rug tegen de muur staat, dat we Israël niet in de rug moeten schieten. Dat we juist nu de morele moed moeten hebben. En ik vind dat ook de Nederlandse politici die morele moed moeten hebben om tegen die stemmingmakerij tegen Israël te ageren. Ik denk dat we juist nu het opgeheven vingertje richting de feiten, hè, achterhalen van wat zijn nou echt de feiten, wat is nou echt gebeurd, wat zijn de achtergronden en wat zijn de leugens die over ons worden uitgestort. Een van de eerste dingen die je vaak krijgt is, vooral als je een verhaal weer hebt uitgezonden over wat er gebeurt in de Palestijnse gebieden, dat je onmiddellijk antisemiet bent. Dat is je ook gebeurd? Oh ja, heel vaak. En tot dreigement aan toe van als je in Amsterdam komt, dan weten we je te vinden. Dit conflict escaleert en het is dan niet zo erg dat men het gevoel heeft van erop of eronder, maar we zien wel dat het langzamerhand die kant op gaat. En dat geeft toch de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, of de tweede generatie, de kinderen dus van de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, die zien bij elke oprisping van dat anti-Zionisme en het antisemitisme en al die conflicten in het Midden-Oosten, daar wordt altijd weer het gevoel van de vervolging uit de Tweede Wereldoorlog wordt weer opgerakeld. Maar het is ook een soort oogkleppen opdoen, omdat men gewoon op dit moment, heb ik het gevoel, niet de waarheid wil zien van wat zich daadwerkelijk afspeelt. En als een journalist, niet alleen ik, er zijn heel veel journalisten die dat doen, proberen zo eerlijk mogelijk het verhaal aan beide kanten te laten zien, wat voor effect het heeft op het leven van de Palestijnen en van de Israëliërs, dat willen ze vaak niet meer zien, want het is zelf